Ik wens jullie een ontzettende prettige en zinnige dag en veel informatieuitwisseling. En bij deze open ik graag dit congres. Waarom denken we nou dat DNA en dat die genetica iets te maken heeft met stottering? We kunnen zien dat kinderen met familieleden die stotteren een grotere kans hebben om ook zelf te gaan stotteren. Ik zal ingaan op de psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit. Het doel is altijd het bevorderen van gewenste interactie tussen ouder en kind. Gebaseerd op het letsel in de hersenen, dat zij kon voorspellen vanuit haar data of de mensen al of niet neurogeen stotter gingen gaan ontwikkelen. Wat is het LIDCOM-programma? Het is een gedragstherapeutisch programma voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het gaat over stotteren. Het is gericht op de vloeiende spraak. En het doel van het programma is dat het kind aan het einde van fase 1 niet meer of bijna niet meer stottert. Dus, als stotteraars een relatief geringere spraakmotorische vaardigheid hebben, dan verwachten we ook een beperkt vermogen om op een hoger niveau van vaardigheid te bereiken, ongeacht de mate van oefenen. Wie werkt er van jullie in de praktijk met Restart DCN? Ga dan even staan alsjeblieft. Ongeveer 3/4, ja. Kinderen beginnen te stotteren op het moment dat je daar een genetische basis hebt, op het moment dat je die omgevingstriggers hebt. En de combinatie van die twee leiden tot problemen op vlak van spraak, taal, planning, productie. Verbaasd dat moeder niet boos meer wordt omdat hij boos was, maar meer verbaasd van, oh, wat gebeurt er? En voor moeder wordt het makkelijker om haar emoties te temperen rondom Jason gedrag, omdat zij het gevoel heeft van, hé, ik hoef ook niet meer dat negatieve gedrag van Jace te bestrijden. Het mag er zijn. The child is saying, buy Bobby a puppy, but in a longer sentence. Like, you buy Susie a kitty, and I'll buy Bobby a puppy. Rond de leeftijd van 3 jaar, dan worden de zinnen langer. Als mama thuis komt, dan gaan we eten. En dan wordt het linguistisch complexer en langer. En dan wordt het allemaal een stuk moeilijker om het te realiseren. Zij is een fantastisch persoon, zij is mijn held, want, held, zij is geboren in Burundi, zij woont 15 jaar in Nederland en ze merkt hier hoe tolerant het klimaat voor stotteren is. Ze wil zelf iets vertellen misschien over een paar zinnen over haar project. Ik wil niet schoolgeld voor ze betalen omdat ze niet in hun geloof. Dus ik wil het jou geven.